Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Super Mario Bros. Nieuw Super Mario Bros. Wee, yay. In de vorige aflevering zijn we wereld 2 terechtgekomen in de woestijn. In deze aflevering gaan we naar het kasteel. Pretty straightforward als je het mij vraagt. Goed, we zien daar een nieuw one-up huisje, maar daar komen we later op, want daar kunnen we nou nog niet naartoe komen. Laat ik natuurlijk ook zien hoe dat die progress gaat. Maar eerst komen we hier. En als ik me niet vergis... Is dit zinloos? Ik weet dat we omhoog moeten. Dit is zinloos, dit is eigenlijk alleen maar voor muntjes. Maar ja, altijd leuk om eventjes te laten zien. Andere kant op Mario, andere kant op. Ik vind het wel leuk dat je een beetje van die mechanical dinges erbij hebt zitten, zeg maar, voor... Ja, dat je ook echt, zeg maar, movement controls hebt. Ook al was dit dan... Ah, ik wou alle muntjes. Ook al was dit, zeg maar, nog niet met de Wii Motion Control Plus. Ik bedoel, ik speelde het wel met de Plus, maar het was nog niet nodig voor dit spel. Dus, het is, zeg maar, niet zoals in... kan ik hier misschien een beetje show-offery? Nee. Het is, zeg maar, niet zoals Skyward Sword, zoals ik die heb gedaan. Voor de Let's Play of Skyward Sword kun je altijd terecht op de afspeellijst, want dan kun je altijd even kijken of ik elkaar... Daar heb ik Skyward Sword ook gedaan. Ik heb eigenlijk nog één gimmick niet uitgelegd in de multiplayer versie. Op het moment dat je dus zeg maar multiplayer speelt, volgens mij is dat hier een secret, ja. Als één iemand naar beneden valt, degene die hoger aan staat, als je dus uit het scherm valt. Ja, letterlijk en figuurlijk, dat kan gebeuren. Doe maar iets. Een leven, wat leuk. Serieus, wereld 2, we zitten al op 61 levens. Maar als er dan iemand naar beneden valt, dan count dat als een death. Dus daar wil je wel voorzichtig voor zijn, dat heb ik nog niet echt uitgelegd. Hou daar rekening mee. Goed, nou, tijd om hier eventjes naar boven toe te klimmen. Want volgens mij zat hier ook nog ergens een secret to everybody. Everybody needs somebody. Geen secret? Hier dan? Oh, jeez. Ik kan niet naar beneden vallen. Huh? Yeah? Juist. Kan ik hier misschien even... Oké, dan moet ik toch even via de andere kant even kijken. Volgens mij kon ik daar zo overheen springen, hoor. Juist. En dit moeten we dus goed timen, want op het moment dat we dit niet goed zouden timen... dan kunnen we dus zeg maar weer helemaal naar beneden vallen. En dat zou problematisch zijn, omdat dan duurt alles weer een stuk langer. Daar heb ik hier zin in. Ja, er worden nou paarse vuurballetjes op ons afgevuurd. Dat komt volgens mij van Morty af. Tenminste, daar ga ik wel van uit. En die kan in één keer gewoon door muren heen schieten. En Rob, weet ik veel. Hij heeft een spreukenboek gevonden. Weet ik het. Hij heeft een manier gevonden waardoor dat hij dus, zeg maar, vervelend kan zijn. Hier zit heel erg sneaky verborgen de tweede ster. Geloof me, de eerste keer toen ik dit speelde, wist ik dat nog niet eens. Daar zit weer gewoon een power-up. Niet echt nodig. Waarom begin ik te zingen? En als ik me niet vergis, zit ik hierboven... Alleen maar muntjes. En een leven. Pak die leven dan. Goed zo. Dan zie ik iedereen al met een pijnlijk gezicht van... Je moet die leven wel pakken. Dus ja, ik geef jullie groot gelijk. Dat ziet er inderdaad nogal pijnlijk uit. Die pijlblok trouwens, die kun je gebruiken om daar die muntjes gewoon te laten vallen. Er zit geen golden coin, dus ik heb niet zoiets van... Oh nee, die moet ik zo snel mogelijk pakken. Oké, okay, en omhoog. Zit daar boven iets? Hier iets? Nee. Laten we weer helemaal naar beneden op de spikes vallen. Waarom ook niet? Nee. Oh, dat was nog een mooi getimed. Oké. Ik bedoel, ik wil niet mini worden. Ik bedoel, ik heb geen zin in mini Mario. Oh, oké. Daar zit de derde munt. Oké, nou. We moeten wel eventjes weer goed timen, zoals altijd. We moeten oppassen voor die paarse stinkballetjes. Oké, we hebben hem. Mooi. Laten we maar eens eventjes die paarse bal gooien. En zelf eventjes zorgen dat hij out of the business is met die balletjes gooien. Want echt serieus, ik heb daar geen zin in. Nou zit daar, denk ik... Volgens mij zat hij daar. Zal je al eventjes jullie daar... Nee? Geen secret to everybody? Flame? Nou ja, Morty is niet zo'n challenge. Ik bedoel, Morty is eigenlijk best wel makkelijk om te verslaan. Dus, nou. Ik noem hem Morty. Ik hoop dat ik het gelijk, dat het goed is. Hij kan dus springen met de shockwave op het moment dat je de grond raakt tijdens die shockwave. Dan ben je heel eventjes vlamd, kun je dus zeg maar niks doen. En dan wil je dus rekening mee houden. Nou, laten we maar eventjes een ground pound doen. Dan doe ik ook even op zijn hoofd een ground pound. Een ground pound, dat doet volgens mij nog niet eens dubbel damage. Dus je kunt het proberen. Ik ben eerder! Je mocht het geen drie keer doen. Flame, hè. Een Mario number one. Altijd. Een Mario is always the number one. En hij vliegt weer eens vandoor. Nou, hij vliegt eigenlijk weg. Hij rent gewoon weg of zo. Dus slim. Dus, maar ja, voor de mensen die Mario 3 hebben gespeeld, die weten dus zeg maar dat er 7 Koopa Links zijn. En,
Ja, dan weet je dus zeg maar dat er 7 werelden zijn plus de wereld zeg maar waar dan de finals op plaatsvinden. Dus iedereen die weet ondertussen wel dat dit 8 werelden heeft. Goed, het one-up huisje. Leuk. Gaan we weer een... Ja, we hebben een jankende toad. Die gaan we gewoon negeren. Goed, een one-up huisje. Die zorgt ervoor dat we dus zeg maar meerdere one-ups kunnen krijgen. Dan moet je een minigame mee doen en dan kun je dus zeg maar one-ups winnen. En volgens mij was dit kanon schieten. Here's a chance to win one-up. Go to the door and play. In elke nieuwe Super Mario Bros. Is het zeg maar een ander spelletje wat je moet doen. En hier is het kanon schieten. En op sommige werelden ben ik heel erg goed. En op sommige werelden ben ik juist heel erg slecht. Dus hou er een beetje rekening mee. Wat we willen doen is we willen zorgen dat ze allemaal netjes oplijnen. En dan willen we schieten. En dan krijg je ze allemaal en dan hebben we zoveel levens. 6 levens! In multiplayer werkt het precies hetzelfde. Zorg ervoor dat je de juiste warpipe pakt. En zo snel mogelijk levens schiet. Want anderen kunnen je voor zijn. Ik vind deze minigame een van de leukste dingen eigenlijk die je kunt doen. Spend your star coins for hidden movies. Ja, dat is nou niet nodig. Goed, dan komen we in wereld 2-4. 2-4. Secret ending. Deze wereld moeten we 2 keer doen. En volgens mij is dit een van mijn minst favoriete secret endings. Hier heb ik lang vastgezeten. Daar word je niet vrolijk van. Dus ja hoor. Dit is het windbel level. Windbel level is een van de irritantste. Echt letterlijk en vriendelijk. Ik vind dit een van de irritantste levels, zeg maar, waar dat als secret ending zit. En jullie komen er dadelijk ook wel achter waarom. Dus wat ik ga doen is ik ga zoveel mogelijk proberen te rushen door dit level heen, hè. Omdat ik heb echt een stinkhekel aan dit level. Op het moment dat de wind zeg maar komt, word je automatisch naar voren toe geblazen. Tenzij dat je dus zeg maar bukt of... tenzij dat je bukt. Of dat je dus zeg maar er tegenin blijft duwen. Dus niet vergis... Ben ik nou mijn power-up kwijt? Dat is niet echt handig. Ik heb mijn power-up hier hard zat nodig. Zeker voor die secret ending! Oké, kan ik jou even? Doei! Dat is leuk je gekend te hebben. Oké, wacht tot die wind gaat liggen! Ik haat dit level. Ik haat dit level! Oh, serieus? Kan ik nou hier niet? Nee. Oké dan, nou maar hopen dat ik dan ergens... Zie, bukken, sta je automatisch stil. Ik haat die wind, ik haat het, ik haat het, ik haat het. Ik haat jou, en ik haat jou. En ik mis natuurlijk, en dan komt er weer de wind aan. Dus dan wacht ik hier heel eventjes, maar volgens mij zit daar een leven of zo. Weet ik veel, ik haat dit level. Dankjewel, Darkplayer. Dus, en ja hoor, daar zit een leven. Krijg ik hem? Nee. Oké, nou, ik word automatisch groot, dat is goed. Deze is nog ontsneaky. Hier wil je pas inspringen op het moment dat de wind gaat liggen. Want op het moment dat je er inspringt, terwijl dat het waait, word je dus gewoon die val ingegooid. En dat is nogal vervelend. En zoals je hier ziet, we kunnen hier niks, want we hebben onze item niet. Yay, joy. Nou, het is een voordeel dat we dit level toch 2 keer moeten doen. Dus dan weet je in ieder geval waar dat eerste munt zit. Tenzij dat daar eventjes voor mij een secret power-up zit. Ja, ik kan hier rustig blijven staan. Dat is net zo makkelijk. Dus ja, goed zo. Nou, dat kunnen we heel eventjes een beetje... Maar we hoeven maar een beetje back te trekken. Niet veel. Nee. Dat ging maar net goed. Net op tijd. Want deze die is nogal tricky, zeg maar, om te pakken. Wat je wil doen, is je wil hier naar beneden springen. Shake de Wiimote en je hebt je coin. En dat is de tweede coin, dus ik heb er eentje gemist. Shame. Zelfde play, shame. Nou ja, we moeten het level toch 2 keer doen, dus we maken het niet zo op light. Deze coin hier is trouwens heel erg tricky. Wat je hier moet doen, is je moet hier wachten totdat het gaat waaien. Dus... Als het waait... Nu dus... Spring... Walljump... Oké. En nou komen we dus bij het gemeenste. Ik ga dit dus nou proberen. Wat we moeten doen, is we moeten hier een triple jump doen. En ik faal hier. Want we moeten boven dat plateau daar zien te komen. En dit is een pain in de neus, schat. Serieus. Dit is een van de moeilijkste... Ik vind het echt zelf persoonlijk de moeilijkste secret en... Moeilijkste secret ending die in het spel zit. Letterlijk en figuurlijk. Dus ik denk dat ik hier gewoon een fast forward montage van ga maken. Ik probeer het gewoon de eerste 3 keer gewoon met audiocommentaar. En daarna ga ik gewoon focussen of het mij wil lukken. Wat je wil doen, is je wil wachten totdat de wind gaat liggen. En net voordat de wind gaat beginnen, wil je hier dus beginnen met... Je jump, triple jump. En je wil op dat ene blokje zien te landen daar. Of op dat laatste blokje zelf daar met je double jump. Dus als ik me niet vergis is het dus jump, jump, jump. En ik spring verkeerd, ik spring verkeerd, ik spring verkeerd, ik spring verkeerd. En ik ben mijn power-up kwijt. Zonder power-up is dit niet te doen. Je kunt het blijven proberen, maar zonder power-up is dit niet te doen.
En aangezien dat er maar zeg maar geen power-up meer voor mij is en we moeten dit level toch nog een keer doen, ga ik maar naar de gewone einden. En dan zie ik jullie dadelijk wel zeg maar waar dat de eerste munt zich verborgen zit. Dus ik zie jullie in een seconde voor jullie en een pain in the ass montage voor mij. Course clear! Oké, we hebben de secret gevonden waar dat de eerste munt waarschijnlijk verborgen zit. Heel erg goed verborgen. Ik haat dit level. Ik haat gewoon dit level. Dus ik haat gewoon dit level. Dit level is namelijk nogal irritant, of deze starcoin. Want op het moment dat je hier dus zeg maar omhoog probeert te komen, kun je dus zeg maar niet hier je weg vinden zoals dat je eigenlijk dus naar die coin toe wil gaan. Omdat alles heeft een invisible coin zoals je hier dus zeg maar ziet. Behalve de plekken waar dat de vines zitten, daar zit geen invisible coin dus. Oh, really? Schijt er nou toch eens een keer mee uit. Geef mij gewoon die coin. Dank je. En dan moet ik helemaal omlopen om daar te komen. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Wat leuk. Wat leuk. Gewoon leuk. Leuk hoor. Vermaak me eigen kostelijk. Fijn. Ik zie jullie met de fast forward attempts om die jump te doen. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Uitgeknipt. Ik heb gewoon echt eventjes laten zien van dit is één doorlopende take. Geen knips. In één keer. Poef. We hebben de secret ending. Nou jongens, ik hoop dat jullie dit... Ja, het is een beetje aan de kortere kant. Mijn excuses daarvoor. Maar ja, we hebben dus zeg maar een warpipe die ons gelijk naar het kasteel kan brengen. Daar heb ik weinig zin in om dat gelijk te gaan doen. Dus in de volgende aflevering gaan we dus zeg maar gewoon naar de volgende level toe. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien. Dus heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop jullie allemaal weer te zien morgen bij de volgende aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Ik zei het in één keer goed. Tot dan. Doei!